Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een instructiefilmpje heb gemaakt. En vandaag laat ik een nieuw soort papier zien. Namelijk het Magic Bubble Star papier. En natuurlijk hoe je het gebruikt. Allereerst is het papier anders dan het gewone zwarte papier. Wat jullie waarschijnlijk gewend zijn. Het is namelijk iets dunner en iets flexibeler. Om het mooiste effect te creëren, gebruik ik het witte wasblokje. En stel ik mijn ijzertje op een iets lager temperatuur in, als dat ik normaal op het enkousenpapier werk. Ik gebruik vandaag het A6 formaat, maar het Magic Bubble papier is ook verkrijgbaar in A5 en A4 formaat. Ik doe niet te veel was op mijn zooltje. En strijk vervolgens zonder druk rustig over het papier heen. En zoals je ziet ontstaan er nu al cellen. Dat doe ik ook aan de andere zijde van het papier. En zie hier het resultaat. Het lijkt een klein beetje op de shellac techniek. Alleen in dit geval wordt er geen shellac gebruikt, maar creëert het papier de cellen zelf. Nu de achtergrond klaar is, kan je je kaart geheel naar eigen wens afmaken met bijvoorbeeld andere kleuren was. Je kan dan gebruik maken met de zijkant van het ijzertje, met het zooltje van het ijzertje, maar je kan ook gebruik maken van de styler, bijvoorbeeld de stylerpunt en de styler Coteria opzetstukjes. Ik zal even enkele voorbeelden laten zien. Deze kaart heb ik met verschillende achtergrondkleurtjes gemaakt, waardoor je ook een ander effect weer krijgt. En ik heb de cellen ingevuld met was met de punt van de styler. Maar je kan ook bloemen maken. Deze bloemen heb ik gemaakt met de Coteria breed. En deze kaart heb ik een stukje van een A6 formaat afgesneden, zodat je een vierkante kaart krijgt, die je vervolgens weer leuk op een kaart kan plakken, zodat je een eigen wenskaart kan maken. Alle voorbeeldjes komen op het einde van het filmpje nog een keertje voorbij. Maar je kan natuurlijk ook met toverpoeders werken. Dan ga ik even een andere kaart pakken. Maar dan werk je niet met de witte was, maar dan werk je met de transparant was. Je brengt op dezelfde manier de was aan op het papier, zoals met de witte was. Zonder druk. Kant van de kaart. Ik laat de kaart dan heel even drogen. Je wrijft hem rustig op. Je pakt vervolgens een klein beetje toverpoeder en daar wrijf je de kaart mee in. En je zult dan zien dat de was alleen de toverpoeder opneemt en de onderlaag van de kaart gewoon zwart blijft. Je kunt natuurlijk ook de andere toverpoeders als zilver, brons en antiek gebruiken. En op deze manier creëer je dus een heel ander effect. Nou, ik hoop dat ik jullie weer heb kunnen inspireren voor iets nieuws te maken.
En graag tot het volgende filmpje.